Hallo en welkom bij Wetenschap 101. Ik had vorige week hier in mijn slaapkamer een aantal nachten lang last van een erg irritante mug. Ik dacht dat het dier vast een beetje in de war was, want normaal gesproken steken muggen toch alleen in de lente en in de zomer, omdat ze dan bloed nodig hebben voor hun jongen. Maar insectendeskundige Ruud van der Welen wist me op Twitter te vertellen dat het toch ook muggen zijn die in de winter steken. Het dier dat mij uit mijn slaap hield was waarschijnlijk de Culiceta annulata, die in het Nederlands bekend staat onder verschillende namen, waaronder de grote steekmug, de geringde steekmug en de wintersteekmug. Dit is dus een dier dat wel in de winter steekt. De vrouwtjes kunnen het hele jaar door eieren leggen en drinken dus ook het hele jaar door bloed. Je kunt ze herkennen doordat ze een stuk groter zijn dan de muggen die je in de zomer lastigvallen. En ik had inderdaad een paar dagen eerder ook al echt een joekel van een mug in de slaapkamer gevonden en doodgeslagen. Een ander duidelijk kenmerk van de Culiceta's is dat ze gestreepte poten hebben. Ze worden daarom wel eens verward met de tijgermug. Maar die is wat kleiner en ziet er toch ook echt wel anders uit. Die heeft onder andere een veel feller strepenpatroon. Ze kunnen wel heel gemeen steken en ze steken ook dwars door je kleding heen. Ik loop nu ook al een week met echt een best wel irritante bult hier in mijn nek rond. Maar van de positieve kant, volgens mij komen deze muggen niet zo heel veel voor. Ik heb niet echt goede informatie kunnen vinden over hoe ze verspreid zijn en in de aantallen. Maar ik heb zelf in ieder geval niet zo vaak stekende muggen in de winter in mijn slaapkamer. Dus ik ga er maar vanuit dat ze niet heel talrijk zijn. Nou, dit was mijn laatste videocolumn voor dit jaar. Ik wens jullie allemaal een mugvrije jaarwisseling en tot 2013.